Ik ben gewoon benieuwd en laat dat vooral weten in het commentformulier hoe het met jullie gaat. Moet je kijken, ze hebben cirkels in het gras gemaakt, de mensen van de gemeente, zodat mensen weer op afstand van elkaar kunnen genieten van het buiten zijn. En mensen houden zich daar ook erg netjes aan. Zoals je ziet, ze gaan netjes in de cirkel, gaan ze zitten vooralsnog. Het is ook nog niet zo heel erg druk, zie ik. Dat en in sommige gebieden verplicht mondkapjes in Amsterdam vanaf 5 augustus. En gewoon überhaupt 1,5 meter afstand houden, moet de boel een beetje veilig houden. Of in ieder geval ons het gevoel geven dat alles veilig is. Ik vind het wel frappant. Het is bijna coronakunst. Al die cirkels in het gras. Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Michael Menebo. Ik ben een journalist en auteur van het boek Mijn Vriend Spider-Man, Superhelden, Geeks en Fancultuur. En dit kanaal gaat over strips, comics en geeky zaken. En af en toe hier en daar wat persoonlijks. En ik heb ook nog een tweede kanaal, dat heet Amsterdam Comic Geek. Dat is een kanaal in het Engels, ook op YouTube. Ik zal een linkje daarna hieronder zetten in de beschrijving. En voor dat kanaal was ik van de week in het centrum van Amsterdam. Nou, eigenlijk was ik in het centrum van Amsterdam om mijn strips te verkopen aan de slechte. Want ik ben aan het opruimen thuis. Misschien heb je dat ook wel opeens de opruimkoorts gekregen sinds we al een paar maanden soort van binnen zitten, zeg maar. Vanwege een virussituatie die we verder niet bij naam zullen noemen. En ik heb iets van 9 tassen vol met strips van dingen die weg kunnen. Dus ik breng dat af en toe naar de slechte of naar de Scheltema. En dan verkoop ik weer eens wat. En dan komen die boeken weer in circulatie. Zodat andere mensen er weer van kunnen genieten. Dat is ook wel fijn. Maar ik was dus, even kijken hoor, in het centrum van Amsterdam. En toen heb ik gelijk wat opnames gemaakt om een soort update te maken over hoe we ervoor staan in Amsterdam. Want het is wel weer behoorlijk druk op straat geworden. En terwijl ik dit opneem is het 2 augustus en ik ben dus heel erg bezig met dat kanaal. Maar vorig jaar was ik heel erg bezig met dit kanaal en dat was namelijk Veda, vlogging every day in August. Dat deed ik elke dag in augustus, maakte ik een vlog en zette die online. En ik kan bijna niet geloven dat het alweer een jaar terug is. Het was heel erg leuk om te doen. Ik heb allerlei vlogs gemaakt. Ik ben bij stripmakers langs gegaan. En dan zie je ze ook aan het werk, onder andere Fred de Heij. En Wilbert van der Steen ben ik bij langs gegaan en dan kun je ze ook zien tekenen en ze praten over hun werk. En dat was heel erg leuk. En het project dit jaar eigenlijk, waar ik mijn tanden in gezet heb, waren de livestreams. Waar ik mee begonnen ben, denk ik, in april of zo. Ik heb er ruim 20 gedaan. Soms solo, vaak met een gast. Soms een bekende gast zoals Ger Apeldoorn of Erik Heuvel. En soms gewoon een hele toffe gast die ik graag in de uitzending wilde hebben, omdat hij of zij strips maakte of strips verzameld. En ik vind het heel erg leuk om met stripliefhebbers, verzamelaars, mensen die een passie hebben voor strips en comics te praten. Omdat ik zelf ook zo ben. Ik vind dat heel erg fijn. En natuurlijk ook wel om met stripmakers te praten. Maar dat doe ik normaal gesproken al voor mijn werk heel veel. Ik vind het juist leuk om op de kanalen die ik heb aandacht te besteden aan mensen zoals jij en ik ook. Mensen die met passie voor het beeldverhaal aan de slag gaan, het zij als tekenaar, het zij als verzamelaar en die dan toffe Instagram posts maken en dat soort dingen. Al die vlogs staan gewoon nog online, ook van Veda vorig jaar, dus die kun je gewoon vinden op dit kanaal. Mocht je ze gemist hebben toen, er zitten best wel een paar leuke tussen. Al zeg ik het zelf, er zitten ook een paar minder leuke tussen, maar als je elke dag vlogt, dan zit er ook wel eens een misser tussen. Ik vind het wel een fascinerend idee nog steeds, hoor. Elke dag een vlog maken over misschien een heel klein iets. Iets wat je buiten opvalt of een strip die je aan het lezen bent. Maar het is bijna niet te doen. Het is bijna een marathon lopen zo'n hele maand. Maar het was wel leuk om even terug te denken weer aan augustus vorig jaar. En wat we toen allemaal hebben meegemaakt samen. Dat was wel, ik ben wel trots dat ik dat soort dingen heb gedaan. Ik ben trots op de livestreams die we tot nu toe hebben gedaan. Die waren erg leuk om te doen. Ik ga binnenkort wel weer door met livestreams, denk ik. Want er is niks spannender dan live en de chats die dan binnenkomen en dan de interactie met de kijkers, met jullie. Dat is gewoon ook heel erg spannend en leuk om te doen. Maar het kost wel heel veel tijd allemaal en heel veel energie en ik moet af en toe ook nog gewoon werk doen, zeg maar. Dat is het nadeel van YouTube, dat het gewoon geen bal oplevert. Het is eigenlijk een beetje een kleine update vlog, gewoon om te kijken. Ik ben ook benieuwd hoe het met jullie is. We zijn namelijk sinds maart zitten we in een bepaalde situatie waar we niet makkelijk uitkomen. Zoals ik al zei, het wordt drukker op straat.
ik merk dat de cijfers nemen weer toe van de mensen die geïnfecteerd raken. Amsterdam en Rotterdam zijn echte brandhaarden, heb ik begrepen. Nou fijn, ik woon in Amsterdam. Leuk om te weten. Zelfs in België hebben ze afgeraden om naar Noord-Holland en Zuid-Holland af te reizen. Nou, dat zegt dan ook wel weer wat de cijfers betreft. Dus ik begin maar, ik denk de rest van het jaar zitten we hier gewoon mee en misschien nog wel langer. Ik ben gewoon benieuwd en laat dat vooral weten in het commentformulier hoe het met jullie gaat. Hoe gaat het met jou anno augustus 2020? Maak je je nog erg veel zorgen? Is het leven weer normaal voor je geworden? Of ben je juist in het begin weer relaxter geworden en begin je nu weer meer spanning te voelen? Ga je minder naar buiten? Ik ben gewoon benieuwd, hoe zit het bij jullie? Heb je een comment? Plaats dat. Heb je op Instagram er iets over gezegd? Plaats dan het linkje hieronder naar je Instagram post. Ik ben heel erg benieuwd hoe het ermee staat. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Ik zou zeggen, op naar de volgende. Het zij hier, het zij op Amsterdam Comic Geek. Ik zou zeggen, abonneer je gewoon op beide kanalen. En knal die bel aan voor notificaties. Dan mis je niet niks. Dan eindig ik even met een shot van deze Spider-Man beker. Die heb ik laatst gekregen van maatje Johan, oftewel Joper. Het is een mok naar aanleiding van Spider-Man 2. Zoals je kunt zien, wat nog steeds een supergoeie, superheldenfilm is. Dus ga die vooral kijken of herkijken binnenkort. Daar heb je 2 toffe uren Spider-Man plezier. Nogmaals, dank je vooral voor het kijken. Ik zie je bij de volgende vlog.